Deze maand is het uh, tien jaar geleden dat ik als deelnemer Reconstructive heb leren kennen tijdens de workshop. Tien jaar onderweg met Reconstructive, toch wel een hele memorabele tocht uh, waar ik het graag in leven toch wel uh, over de essentie uh, wil hebben. Um, tien jaar geleden uh, was ik op een punt in mijn leven waar alles er vrij donker uitzag. Ik was toen aan het werk als gestaltherapeut. Ik had een opleiding van vier jaar achter de rug als gestaltherapeut. Ik had uh, tientallen familieopstellingen gedaan. Heel veel groepswerk. Um, dus ik had een enorme zoektocht uh, achter de rug naar mezelf. Om mezelf te trachten beter te begrijpen. En om op die manier zowel met mezelf beter te kunnen leven als, uh, als dat stukje dan ook door te geven naar de mensen waarmee ik uh, werkte. Um, nu, de one wanhoop. In die periode kwam net daardoor dat ik vond dat ik al zoveel gedaan had en dan toch op enkele essentiële stukken helemaal vast bleef zitten, waar geen enkele familieopstelling of geen enkel werk of therapie wat ik ook deed, beweging in kon brengen. Dus ik was vrij wanhopig in die periode. En uh, ik herinner mij nog de verrassing, eigenlijk was dat het woord dat, mij, uh, dat, dat het beste past bij alle ervaringen van die hele driedaagse: het verrassende. Het verrassende van het werk zelf, de diepte. De diepte van, van dat emotionele lichaamswerk zonder woorden. Wat voor het eerst was dat ik zo'n diepte in mijn emoties kon ervaren. Dat ik mijn woede zo op die manier kon, kon voelen in mijn lichaam. Dat ik de verbondenheid tussen emoties in beweging brengen. en de kracht die van daaruit voelbaar wordt in de interactie. dat verbaasde mij enorm. Ik verbaasde mij enorm dat ik zoveel en zo snel en zo diep kon voelen, überhaupt. En dat gaf mij op een of andere manier gelijk heel veel zuurstof. Ook al begreep ik er op dat moment mijn verstand helemaal niks van. Dat was ook heel verrassend. Dus uh, het hele weekend was voor mij een soort van verrassing van formaat. En uh, dat bleef vrij lang in mij uh, nazinderen. En ik, ik heb dan ook onmiddellijk beslist dat ik in die richting verder wilde. Uh, ik heb een jaaropleiding in Reconstructive in Zweden gevolgd... ...omdat ik echt met die methode aan de slag wou gaan. En uh, door de steun van die opleiding is dat ook gewoon gebeurd. En uh, uh, sindsdien werk ik in gemengde groepen met mannen... Uh, ...en in gemengde groepen en met mannen met deze methode. Ik geef daar ondertussen ook opleiding in. Het is dus een heel traject geweest waar eigenlijk die methode... ...toch wel een hele bijzondere bondgenoot is geweest... Uh, die mij op een, op een aantal essentiële vlakken werkelijk uh, heel essentiële dingen heeft geleerd. Um, het belangrijkste, denk ik, uh, waar reconstructief, als ik er nu op terugkijk, op de afgelopen tien jaar en op eigenlijk al, uh, al het persoonlijke werk binnenin mezelf, maar ook al het werk wat ik gezien heb in de vele deelnemers die eraan deelneemden en die ik dan in, in het verder vervolg van hun, van, hun, van hun leven af en toe heb kunnen opvolgen... Um, Reconstructive kan, kan ons eigenlijk helpen om uit symbiose te treden. En symbiose is dat deel van de relatie wat eigenlijk toxisch is, waar onze investering niet helemaal klopt, oftewel veel te veel, oftewel veel te weinig. En waar eigenlijk ook de verantwoordelijkheid, waar wij niet een gedeelde verantwoordelijkheid dragen. Um, op dat vlak heeft Reconstructive mij in elk geval stap na stap getoond. Eigenlijk mijn eigen stomiteiten of mijn eigen vergissingen of daar waar ik de mist in ging, zodanig dat, 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 dat ik toch de nodige correcties uh, kon aanbrengen. Um, dus voor mij misschien het meest essentiële uit de uit constructieve dat is het, het beeld van dat er niets in de wereld kan groeien, dat niet uh, beantwoordt aan 50% 50% uh, verantwoordelijkheid van beide partijen. Dus dat betekent gezonde samenwerkingen. Gezonde relaties, gezond. Ja? Um, en het, het stuk symbiose in ons, als wij zoeken naar een bepaalde, moet mogen bijhoren, een bepaalde goedkeuring, een bepaalde erkenning van buiten, dan gaan wij vaak veel meer investeren dan, dan de ander. Dus dat betekent dat, dat er dan gezondigd wordt aan die 50%-50% verantwoordelijkheid. En. Ja, uiteindelijk is dat dan voor alle partijen niet zeer gezond. In dat hele proces van stap na stap uit je eigen symbiose-dynamieken uh, stappen, dat betekent ze onder ogen zien, beseffen dat je erin zit, in je leven, in je leven uiteraard, en dan uh, de, de nodige keuzes maken en, en onderweg zijn naar gezonder, ja, is reconstructief voor mij de grootste steun geweest. En dat betekent niet dat na één workshop. Gelijk uh, alles in orde was en helder was, maar wel dat doorheen het hele proces waar ik gelopen heb, Mary Constructive, zowel als deelnemer, als, als student, als, uh, als, als als diegene die met die methode werkte, um, is, de, is, de, is, de, is hij op dat vlak een ongelooflijke trouwe bondgenoot geweest. Ik ben dan ook heel dankbaar uh, dat ik deze methode überhaupt gevonden heb, uh, maar ook de, 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 de kracht die, die in, de, in deze methode zit. Uh, om inderdaad net uh, uh, <tiek> duidelijk te maken uh, het, het soort onvermogen dat, dat, dat we heel diep van binnen meedragen en wat toch maakt dat we eigenlijk uit proportie gaan op bepaalde momenten. Het zij uit proportie in te afhankelijk, het zij uit proportie in te veel wat we geven uh, om, om dingen te krijgen. Het is dus voor mij zelf een heel. Uh, toch wel een heel diep en ingewikkeld proces geweest, waar eigenlijk mijn hele therapieopleiding, mijn hele uh, therapeutische zoektocht, mij eigenlijk niet veel helderheid heeft gebracht. Waar ik ook moet toegeven dat het hele. Ik heb, ik heb tientallen uh, uh, familieopstellingen zelf ondergaan, maar ook uh, opleidingen daarin gedaan. Eigenlijk heeft mij dat ook niet in die laag gebracht. Voor mij is het werkelijk reconstructief geweest die mij heeft... heeft uh, die heel diepe overlevingsstrategieën in mezelf, uh, de, 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 de pijn die daar rond zat, ook de, 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 de woede en de verschillende emoties die daar rond vast zaten, en, en de angst van dat systeem, die voor mij daar een, een opening heeft gemaakt uh, van waaruit dat er toch wel een heel, uh, ja, een heel proces op gang is gekomen. En daar ben ik zeer, zeer dankbaar voor. En uiteindelijk is dat is het, het, het effect en de diepte in mijn eigen proces geweest de enige reden waarom ik zo gepassioneerd dit werk ook wil uh, doorgeven aan anderen en, en uh, gelegenheden wil scheppen waar zij ook uh, ja, dat kunnen ervaren, denk ik, wat ze nergens anders kunnen ervaren. Want dat is wel iets waar iedereen het over eens is, wat dat je ervaart binnen Reconstructive, dat, dat ervaar je nergens anders. Um, wat niet betekent dat het proces voor iedereen op deze manier even constructief verloopt en, en even openend is op lange termijn, maar het, is wel, het houdt wel een, een, een enorm potentieel in, in zich. Um, tot uh, tot uh, werkelijk, werkelijk dieper begrip van wat het betekent om een mens te zijn, in, in alles wat je bij hebt, ook in het, in het hele onvermogende en ook in het. In het Puur, puur emotionele in de diepte dan. Um, voilà, dat wou ik heel graag met jullie delen naar aanleiding van, uh, van deze verjaardag, tien jaar. Um, en, en ja, ik, ik heb het misschien net even gezegd, maar ik voel mij zeer dankbaar. En ook, uh, ik, het, het voelt als een voorrecht dat ik uh, met deze methode mag werken. En ik hoop dat nog een hele tijd uh, te kunnen blijven doen. Dank jullie wel.